Ik sta hier met Ellen Schippers van Ellen Schippers Design. Hallo. Hoi Annemarie. Je ontwerpt kleding, maar hele bijzondere kleding. Wat voor kleding is dat? Ik heb een nieuw project, heet Fashion Experience. En in Fashion Experience laat ik eigenlijk alle facetten van mijn kunst zien. Dat is enerzijds de kleding ontwerpen. Ik heb nu onlangs voor Ellen ten Damme kleding gemaakt. En zij is bij Fashion Experience ook met een installatie te zien van mijn ontwerpen. En de andere kant van mijn werk zijn de performances met kledingsculpturen. En die zijn boven in een aparte ruimte te bekijken. Is het ook bijzonder dat ik twee ruimtes heb die totaal verschillend ingericht zijn. In de ruimte waar we nu staan is voornamelijk draagbare kleding te zien. Ik maak ook veel kleding voor artiesten, zoals Sylvana, nou, Ellen ten Damme. Ik heb voor Nens ook kleding gemaakt, voor theatergroepen. Dus dit is meer dit zijn mijn draagbare kleding. En boven is dan meer de kunst-theatersfeer. En wat ik nu gedaan heb, is een hele andere vorm heb ik gekozen voor mijn werk. Tot nu toe heb ik altijd mijn performances in theaters gepresenteerd. Ik maakte zo eens in de 4 jaar een avondvullende voorstelling. Ik heb ook met dichters samengewerkt. Die dan, zoals met Arthur Lava, die dan bij iedere performance een gedicht maakte. Maar wat ik nu wilde is eigenlijk de beelden dichter bij het publiek brengen. Omdat als je in een zaal zit, is het toch altijd een afstand van de kijker en degene die op het podium staat. En ik wilde eigenlijk die sfeer van die performances, wilde ik eigenlijk dichter bij het publiek brengen. En dat is de reden waarom ik een hele ruimte heb gecreëerd. Vol met geluid, met poëzie, met beelden. Waardoor mensen nog meer in die sfeer gezogen worden. Omdat je in een theater toch vaak afgeleid wordt door degene die naast je zit. Door geroezemoes op de achtergrond. Ja. Nou ja, door wat dan ook. Maar nu heb je eigenlijk geen ontsnapping. Je gaat erin zitten, ja, of je loopt weg, dat kan natuurlijk ook. Maar de mensen die blijven, die hebben gewoon geen... Ja, je kan er eigenlijk niet meer aan ontsnappen, dus je moet er echt helemaal in opgaan. Sommige installaties zijn ook alleen met een koptelefoon te beluisteren. Dus dan word je gewoon ook veel meer die wereld ingetrokken. Hoe komt zo'n performance tot stand? Nou, er zijn eigenlijk een aantal thema's die mij... nogal bezighouden. Dat is het vrouwenbeelden. Hoe vrouwen worden afgeschilderd in de media. Of ideeën en verwachtingen hoe je als vrouw zou moeten zijn. Dat is eigenlijk zo'n constante lijn eigenlijk in mijn werk. En dat laat ik iedere keer op een andere manier zien. Ik heb bijvoorbeeld een performance gemaakt... waarbij de performer alle opgeplakte schoonheidsidealen er één voor één afscheurt. En uiteindelijk ook haar masker afzet. Ze heeft een masker op. En daarmee wilde ik ook laten zien dat zo'n schoonheidsideaal anoniem is. Dat het gewoon met de vrouw in kwestie helemaal niks te maken heeft. Het is gewoon een anoniem schoonheidsideaal wat gewoon op iedere vrouw geplakt wordt. En dat is wat ik met die performance wilde laten zien. Onder andere... Ja. Want dingen zijn natuurlijk nooit eenduidig. Dingen zijn natuurlijk voor meerdere interpretaties vatbaar, anders wordt het ook een heel plat beeld. Een andere performance die ik gemaakt heb, gaat juist om een vrouw die zichzelf eigenlijk helemaal verstopt. Weet wie eigenlijk die vrouwelijkheid gewoon nog moet ontwikkelen. En... ja, dat is meer een soort van bevrijdingsperformance. Waarbij ze alle banden. Ze heeft ook een band voor de mond en voor de ogen. En ze heeft een kapje op, zodat ze de haar niet kan laten zien. Dus dat gaat allemaal af. En ze laat haar haren zien en ze zwaait ermee. En dat gaat juist om die vrouwelijkheid te laten zien. Zij blaast dan haar borsten en billen op, gewoon tot zeg maar het vrouwbeeld. Nou ja, goed, dat is natuurlijk.
Nou, en dat is hetgeen wat ik eigenlijk weer in die laatste performance, waar ze zich juist weer van ontdoet. Dus het is een mooie cirkel. Fashion Experience is nog 2 weekenden te bezoeken. Zaterdag en zondag van 4 tot 6. Wat mensen te zien krijgen in de tentoonstellingsruimte met performances zijn 3 performances. Waarvan 1 met een gedicht. Dat is op een heel groot projectiescherm geprojecteerd, dus dat vult eigenlijk de hele ruimte. Er is ook een backstage ruimte gemaakt, waarin je als bezoeker juist de achterkant en het tot stand komen van zo'n performance te zien krijgt. Dus de repetities hier in de studio, repetities in theater en dan afgewisseld met beelden zoals het er uiteindelijk op het podium uitkomt te zien. Nou, dat is de backstage ruimte. Dat is ook heel mooi gedaan met een bankje, alsof je echt backstage zit met kleding, met wat. Er is echt een backstage gevoel gecreëerd. Dat hebben overigens 2 vormgevers hebben dat gedaan. Die hebben de hele vormgeving dus ook van hier in de studio. En boven hebben zij dat verzorgd. En dan is er nog een uitzending te zien van Klokhuis, waarin meer ook de ambachtelijke kant van mijn werk naar voren komt. Van, ja, hoe ontwerp ik het? Hoe wordt het gemaakt? Hoe ga ik met het materiaal om? De opening was heel erg leuk. Echt, was heel bijzonder. De sfeer was een hele leuke sfeer. Heel ontspannen. En Anne ten Damme heeft hier een optreden gedaan in mijn kleding. Zij stond achter een doorzichtscherm. Je zag als eerste allemaal foto's van haar geprojecteerd. Heel groot, 2 meter groot. 2 meter breed. En fragmentjes van optredens van de parade en een stukje van het televisieprogramma van Baant en van Dorp, waar ze in mijn kleding ook heeft opgetreden. En toen op een gegeven moment kwam zij zelf tevoorschijn en heeft ze samen met haar gitarist Robin Berlijn drie nummers gespeeld, live, dus zonder band, maar gewoon met begeleiding. Wat ook heel leuk was aan de opening is dat Bianca Dumortier hier was. Die heeft een hele mooie inleiding gehouden over mijn werk. Dus dat was een hele mooie aanvulling en verdieping ook op deze tentoonstelling. Als ik de dorst drink van het wachten en de tijd slikt die je lust. Als ik de lange zon leeg zijn nacht. Als ik de honden overwijd, voel me veel te ver. Als ik de dagen stil zou zaten, de zwergen zijn verstoord.